Een aanpassing op de monumentenwet is niet noodzakelijk voor een betere informatiestroom naar de gemeenschap. Dit stelde Robin Lala, hoofd juridische zaken op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, eerder op een persconferentie. Hij ging in op vragen van journalisten over de gang van zaken rond de monumentenzorg in Suriname. De functionaris geeft aan dat elke eigenaar van een monumentaal pand wel kennis moet dragen van de wetgeving. Om informatie te krijgen is het niet noodzakelijk dat u uw wet moet veranderen. U moet kennis dragen daarvan. De monumentenwet is in veel gevallen specifieke regelgeving. Dat wil zeggen, het is van toepassing op degene die een monument hebben. Dat is primair. En u heeft het beeld gezien van de aanwijzingsbeschikking. De zakelijke gerechtigde van het pand heeft zo'n beschikking daar. Dat wil zeggen, de persoon of de instantie weet dat het pand, het object, een monument is en aan welke regeling die zich dient te houden. Mandela Yapayu, voorzitter Stichting Monumentenzorg, wijst erop dat er in 2023 veel contact is geweest met eigenaren van monumentale gebouwen die aanvragen indienen voor onderhoud. Ze stelt dat er ook geïnspecteerd wordt als er werkzaamheden worden verricht aan monumentale gebouwen.